Don't tell the gods I left a mess. I can't undo what has been done. Let's run for cover. Ja, weer bijna als thuiskomen. Nee, niet echt. Maar het is wel weer heel leuk om hier in de studio te zijn en radio te maken. Tot 12 uur vandaag gaan we er met z'n vieren volhouden. En vervolgens krijgen we stinten of ploegendiensten van 3 uur de man. We zitten altijd met z'n tweeën bij elkaar en zo slippen elkaar de uurtjes door. Vorig jaar hadden jullie als goede doel Rode Kruis. Wat hebben jullie nu? Wij hebben dit jaar gekozen voor lokale doelen. Onder andere de AED's. De AED's heeft geen eigen vereniging of stichting erachter zitten. En dat wordt eigenlijk door sponsoren altijd onderhouden en bekeken en bepaald. De RKSV Bonnebroek is altijd wel een goede. Jeugdkamp voor de RKSV en de Sint-Cecilia. En we hebben nog een aantal meer. Sander, nog een half uurtje en je mag uit de studio. Hoe voelt dat? Op zich wel lekker. Je leeft er naartoe. Dus het hele weekend eigenlijk naar uitgekeken. Op het moment dat je straks weer vrijkomt, het eindbedrag te horen krijgt. Daar zijn we ook heel benieuwd naar. Maar ook vooral dat we weer mogen eten. En ik heb ook wel erg veel zin aan een eerste biertje. We are the heroes of our time. Kijk, de volgende is het Culturus Bonnebroek. Dat gaat om een bijdrage voor de geluidsinstallatie ook in de sportzaal. Daarvoor komt Ben naar voren. Hallo Ben. Goedenavond, ook weer netjes toegelicht. Dat doen we al tijdens het weekend. Dus ik zal zeggen, kijk maar wat erin zit. En lees het bedrag op. Geweldig. Heel erg bedankt. De Culturus Bonnebroek die krijgt 2000 euro. Voor de aanschaf van de geluidsinstallatie in de sportkast. Kleiner dan 1,75 meter? Geen kans in de internationale modellenwereld. Unfair van Suzanne Stundebeek uit Almelo. En zij organiseerde voor het eerst in 2003 de Miss Regio-verkiezingen. Dat is succes en groeide uit tot een jaarlijks event. Dit jaar in Dansschool Veenstra. 13 messen deden mee en ze verzamelden ook boodschappen. En die werden in de pauze aan Boodschappen Almelo gedoneerd. Almeloze Demi van der Pol werd met 624 stemmen Miss Internet. Sabine Vermeulen werd Miss Regio 2015. Hoe voelt dat? Ik ben super blij natuurlijk en ik had het echt niet verwacht, maar ja, het is super eer.
We zijn te gast op het gemeentehuis van Almelo, waar een aantal vrijwilligers bezig zijn met foto's, met dia's, met films en met video's. Dick Smit, jij bent een van de mensen die zich daar al weken mee bezighoudt en misschien nog wel maanden te gaan heeft. Ja, dat klopt. Toen ik hier kwam in het eerste gesprek met Jeffrey van der Woude, toen werd mij een aantal dozen liet men mee zien. Dozen waar er hier ook wat van staat, met alles erin gegooid, foto's, dia's, video's, films en niet één doos, maar wel 100 dozen. Nou, en daar zijn we mee begonnen. En was het toen om op zijn Twents te zeggen van red to the mat? Ja, zoiets was het wel. Hè? Van eerst eens even kijken wat hebben we. En wij, dat doe ik samen met Bert Boers. En toen hebben we met z'n tweeën eens gekeken van wat hebben we. En hoe krijgen we in vredesnaam daar een beetje lijn in. Toen hebben we met z'n tweeën een beetje zitten te beeldstormen. En van daaruit hebben we iets bepaald dat Almelo verdeeld is in stadsdelen. Dus dat is onze eerste richtlijn. En dan hebben we nog een aantal specials zoals brandweer, personen en dat soort zaken. Dus ja, zo zijn we met de verdeling begonnen van... Van het selecteren van foto's en dia's. Dus alles wat we in de handen hebben gehad, dat wordt digitaal gemaakt. Onder bepaalde voorwaarden, zoals het HCO ons dat voorschrijft. De bedoeling is dat het digitale gebeuren helemaal op mijn stad, mijn dorp terechtkomt. Van het HCO. En dat het dus bereikbaar wordt voor het nageslacht. Maar ook voor de mensen die hier in ten dagen daar belangstelling voor hebben. Naar oude foto's. Wij zijn hier zeker nog wel maanden, misschien nog wel jaren mee bezig, maar we hebben geen enkel inzicht van waar het einde is. We hebben nog niet heel duidelijk of we al het materiaal al voorgeselecteerd hebben. Maar we beginnen dus met een voorselectie. Dus er zit ook heel veel dubbel materiaal, onscherpe foto's, dubbele dia's, die eigenlijk geen historische waarde hebben. Nou, die zijn opgeruimd ondertussen. Maar er staan nog wel meer dozen in dit magazijn. Er liggen nog glasnegatieven, er liggen nog fotoboeken. Albums met openingen van de bibliotheek, van de Schouwburg te Hagen. We hebben geen idee wat er allemaal nog ligt. Goed, dan gaat het gedigitaliseerd naar Zwolle toe. Wat gaat Zwolle ermee doen? Zwolle die zet het op hun site. Hè. Dat is een apart onderdeel die bestaat al. Hè. Als je intoetst op internet bij Google Mijn Stad, Mijn Dorp, dan zie je in feite al heel veel aan historische beelden. Er zit nog geen Almelo bij. Maar er zitten wel heel veel dingen bij. Als je daar intoetst Almelo, dan kom je bij Almelo, kanaal Almelo de Haandrik terecht. Omdat het woordje Almelo daarin staat. En daar kun je uren aan besteden? Daar kun je uren aan besteden. Buiten de filmpjes die er nog op staan. Ja, eerst nog wel wat veiligheidsvoorzieningen moeten treffen. Ik zie hier een sprinklerinstallatie en dikke muren. Latjes die voor de afstand, dat niet alles tussen de muren aanplakt en dergelijke. Dat heeft nog wel een paar cent gekost, denk ik. Dat denk ik ook wel, maar ja, dat hebben we ruim 10 jaar geleden laten bouwen. En ja, zo langzamerhand komen de kosten weer terug. En wat zou er gebeuren als nu een totaal vuurwerkverbod komt in Almelo? Nou, dat zou dus voor ons tot zover een ramp zijn. Ja, dan ben je dus een heel groot deel van je inkomen kwijt. Maar als je het landelijk bekijkt, is het natuurlijk dat er een hele branche gewoon uitgeroeid wordt. En dat is iets waar mensen nooit over nadenken. En ook niet als het bijvoorbeeld langzaam afgebouwd wordt in 5 jaar tijd of zo? Nou, dat zou ook wel kunnen, maar ik denk dat ze dan in China dus ook een probleem krijgen. China werkt dus wereldwijd, onder andere voor Nederland, in de vuurwerkindustrie in Liyang. Dat is een Chinese plaats waar het vuurwerk rondom gemaakt wordt. Wonen 1,2 miljoen mensen die van het vuurwerk leven. Nou, niet alleen van Nederland, maar als iedereen dat gaat doen, dan heb je straks 1,2 miljoen werkelozen in China. Dus ik weet niet of dat nou zo fijn is. U heeft een vuurwerkshow verzorgd op het Rembrandtveld. Er was nog veel belangstelling voor. Er was dit jaar meer belangstelling dan andere jaren. Alleen het ging ons een beetje mis en dat hadden we totaal niet in de hand. Net voor 7 uur dat we wilden beginnen viel de stroom weg uit de kast van de gemeente. En daar sta je dan. Nou ja, met een kleine vertraging hebben we nog heel wat
de mensen nog van het vuurwerk kunnen genieten. Dat dacht ik wel. Als je ziet wat wij dus aan mail gehad hebben van mensen die dus ons feliciteerden en het top vonden en prachtig vonden. Gisteren zijn we open geweest de hele dag. Nou, mensen kwamen allemaal heel enthousiast in de winkel. Ze hadden gewacht, maar het was wel de moeite waard geweest. En dat is alleen maar. Ik krijg een goede kwaliteit telefoon. Thank you.
dames en heren, maar een kleine man groot in kan zijn. Rinse Pasen. Toen het nieuwe gemeentehuis gebouwd werd, dat we nu op het ogenblik kennen, ja. Toen kwamen ze dik ruimte tekort. En toen hebben ze tijdelijk een noodsecretarie gehad in het Java-complex. Ja, en daarna stond een rij van 5 of 6 woningen. Oh ja, in het gebouw van de GED. Ja, daar zat het kantoor van Vogel in. En daar woonde mevrouw Vogel. De weduwe van de oprichter. En daarnaast woonden mijn oom en tante, de Rehuis, de houtzager. Mm-hmm. En dan had je juffrouw Vermeulen, dat was een vrijgezelle dame. Juffrouw Vermeulen van de... Vermeulen. Vermeulen. Ja. Oh, ja, dat was al een oudere dame. Dat, ja, maar ik heb vroeger een onderwijzeres gehad en was ook juffrouw Vermeulen. Dus ik denk misschien komt dat dezelfde zijn. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar, en dan had je de brugwachter, Bunskoek. Ja, bekend. En dan kwam Vermeulen. Dan kwam de brug van Vermeulen. De kruidenier Vermeulen. Ja, de kruidenier Vermeulen, ja. En dat is nu het, en dat noemden ze toen het scheepvaarthuis. Ja, ja. Omdat er later ook allemaal dingen verkocht werden die voor de... Ja, de Vermeulen die die zaak stichtte, was zelf schipper geweest. Ja. Je had een beurtvaart gehad van Zwolle op Almelo, op Twente. En toen hij zich aan de wal vestigde, toen ging hij zich specialiseren in allerlei dingen die de juiste scheepvaart nodig had. Ja, schip, touwen en dergelijke. Ja. Ja, ik kan me herinneren dat dat vroeger daar was. Ja. En die brug die noemen ze nou volgens mij de Sinterklaasbrug. Ja. Maar die gaat alleen open als Sinterklaas arriveert. Ja. Ja. Het gekke was van die Sinterklaasbrug, die ging alleen open als Sinterklaas binnenkwam. Ja. En daarna niet weer. En daar niet weer. Of hij ook weer wegging. Dat, Ja, hier staan we bij het gebouw, het gerechtsgebouw, waar recht gesproken wordt. Ja. En dat was... De arrondissementsrechtbank. Ja, de arrondissementsrechtbank, ja. En dat was vroeger ook het Java. Het was vroeger het Java-complex, ja. Dat was een groot complex ook. Ja, oh ja, dat was een hele grote fabriek. Ook wat oppervlakte betreft, maar ook wat productie betreft. Die mensen die daar gewerkt hebben, die hebben vroeger altijd hard moeten werken, denk ik. Het werk in de fabrieken was rotwerk. Ja. Dat mag je gerust zeggen. Stoffig werk. Ja, stoffig ook, maar... eentonig en lawaaierig. Ja. En het werd karig betaald. Ja, en de meeste mensen werden ook doof, heb ik wel eens gehoord. Ja, al dat lawaai in die weverijen. En suffig. En suffig, ja. Daarom was het heel belangrijk toen rond de 20e jaren, rond het einde van de Eerste Wereldoorlog... verenigingen werden opgericht in de stad... voor toneel en zang en muziek en dergelijke. Dat was heel belangrijk, ook vooral voor de mensen uit de textiel. Niet dat die daar nou... dat is een heel zeer onderwerp. Heel veel mensen zullen daar niet met me eens over eens zijn. Dan zijn ze, dat waren zoethoudertjes voor de arbeiders. Voor de arbeiders. Ja. Die hele textielgeschiedenis is eigenlijk een hele trieste geschiedenis. Ja, ja. Alle nog bestaande verenigingen op muziekgebied en zangkoren en zo, die zijn in die tijd ontstaan uit het... De sleur te halen, dat is het goede woord, ja. Hier staan we ook bij een torentje. Daar was vroeger het torentje ook van ten Katen, hè? Nee, het torentje van ten Katen, heel bekend. Het is aangeboden aan de firma ten Katen, ja. Oh ja. Het was een torentje dat tot stand is gebracht
door de arbeiders van Ter Kate. Bij gelegenheid van een jubileum van zoveel jaar gebruik van stoom. En waar diende dat eigenlijk voor, dat torentje? Niks. Helemaal niks. Nee, gewoon voor. Een monument, zeg maar. Een afwerking van een hoekperceel. Van een hoekperceel. Ja. Want de fabriek liep door tot aan dat torentje. En dan ook weer de spoorstraat door. Daar had je vroeger de kantoren, hè? Daar had je de kantoren, ja. Die staan er nog. Ja. En dan zie ik hier tussendoor, tussen de toren en het blauwe gebouw, het gerechtsgebouw, dan zie ik nog een toren met Twente erop. Ja. Dat is de stoomspinnerij Twente. Stoomspinnerij Twente. Dus er was enkel alleen een spinnerij. Ja. Stoomspinnerij. Ja. Die leverden dan ook weer aan de andere weverijen in Almelo en in Twente. Toen een heel verhaal over schreef. Hoe dat ging met het lossen van schepen. Ja. Ja. Daar hadden ze een... Aan de zijkant, naast de loopplank, daar hadden ze de kruik jenever staan. Oh, ja. En dat was iedere keer als ze weer met een zak vol naar boven waren geweest en ze kwamen met zonder ballast weer terug om een nieuwe zak vol te halen uit het ruim van het schip, dan namen ze eerst een slok. Ja, ja. En daar deden ze de hele dag door. De hele dag door. En dan s'avonds? Ja, s'avonds werd er afgerekend. Maar dan ging dat wel goed met al die slokken jenever. Ja, ja.